Wat doe je eigenlijk precies allemaal als buffet? Nou, we lopen hier in het museum lopen met z'n tweeën. Eentje zit meestal hier de camerabeelden te bekijken en de andere loopt rondjes. En dat is vooral preventief. Dus dat houdt in dat mensen zien dat je er bent. Verder spreken we mensen aan als ze iets doen wat eigenlijk niet kan of niet mag. En we helpen mensen. Als ze vragen hebben, proberen we ze te helpen. En anders verwijzen ze naar andere mensen die ze wel kunnen helpen. Wat is het spannendste dat je hier aan het Limburgs Museum is overkomen? Nou, echt hele spannende dingen gebeuren hier niet hoor. Hier komen toch altijd een bepaald soort mensen. Ja, die komen voor het museum te bezoeken en niet voor gekke dingen te doen. Ja, oké. Okay. Wat vind je eigenlijk het leukste aan je baan? Vooral om het met mensen omgaan. Ja, dat is voor mij het belangrijkste. Wat zou je doen als je hier een boef zag? Als hier binnen iets zou worden gestolen, nou dan zijn we vlug daar hoor. Ja? En dan gaan we die meneer of mevrouw wel eens even zeggen dat dat allemaal niet zomaar kan. Ja, want je moet natuurlijk wel dapper zijn en lef hebben om hier te, als beveiligster of beveiliger te werken, hè? Dapper en dapper. Ja. Je moet niet bang zijn, nee, zou ik het zo precies, zeggen. Ja.